Je mag mijn vest lenen. Kijk. 3, 1, 4, 3, 1, 2. Hoi. Hoppa. Nou, dus de A27 is negatief. De bocht is ook negatief. Ga ik even het petje passen. Voor u hetzelfde. Omhangen, melden, inzetten. Wat is een zwarte tas? Ja. Dus ik ga even een bakje voor je halen. Ja, lekker een cappuccino met witte suiker graag. Gaan we doen. Of niet? Ja. Dat ik verloren heb, dat jij gewonnen hebt. Dus ik zeg gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ga vandaag de hele dag koffie voor je halen en etiketteren op het eten. En we stellen voor dat we nu gewoon op straat gaan. Ben je zo gekleed? Of, Nou, ik weet niet of dit het meest perfecte outfit is voor vandaag. Anders moeten we van Wim vragen, want die gaat volgens mij geloof naar huis. Hey, Wim Dol, goeiedag. Van ontmoeten. En zo, Manol. Mijn zit erop. Hoi, dus, papa. Je mag mijn vest lenen. Kijk. Een normaal vest of een kogelvrij vest? Dit is een kogelvrij vest. Maar als er, ja, meldingen, als er meldingen komen met een kogelvrij vest, dan komt er nog een extra vest. Oké, ja, het voelt ook al best wel zwaar. Ja. We hebben een visitekaartje dus, pas hem aan. Oké, okay. Super. Fijn. Ja, dankjewel. Ook fijn dat je. Yo, thanks Wim. Doei. Gaan wij even dat vest aantrekken en klaarmaken voor de straat? Ja, lijkt me een goed plan. Zo, dit is echt zwaar man. Is die ver ook zo zwaar? Ja. Ik ben benieuwd hoe je het straks gaat ervaren. Ja, ik ook. Ga je wel een beetje echt collega's over na? Ja. Ja, ik zat even een foto te maken, want ik zit zo naar mezelf te kijken met dit outfit zo van... Hey, het is tof. Het is echt gaaf. Hey, je vroeg net of het zwaar was. Is het zwaar? Ja, het valt nu op zich wel mee. Ik zat ze net wel al dit te doen. Ja. Ik zie heel vaak politieagenten zo staan, maar ik begrijp wel waarom, want het zit gewoon super chill. Ja, eens. Het ziet er misschien een beetje... Sommige mensen noemen het de pingwinghouding. Ja, kijk maar. Ja, maar het zit wel heel fijn. Ja, zeker. Ik zeg, zullen we naar de auto gaan? Dan gaan we de straat op. Goed plan. Sleutels aan. En dit wordt de auto voor vandaag. Dit is helemaal opgebouwd. Ja. Je ziet dat er twee schermen. Oh, je ziet gewoon een toetsenbord liggen. Ja. Kunnen we dingen navragen. Dus kunnen we gelijk even een petje passen. Wat ik begreep is dat er is een situatie bij iemand thuis, dat het kind woont nog thuis bij de ouders, maar die gaat door het lint. Ja, kunnen hier... Hier kunnen we alles nu zien. Dan kun je het meelezen. Dit is zo de meldkamer, de melding binnenkrijgt. Het gaat inderdaad om een mevrouw die nog thuis woont. En de buren belden nu voor overlast en die hebben het vermoeden dat daar de hele woning, als ik het goed gehoord heb, wat verbouwen is of dat in ieder geval uit de plaat gaat. Ja. Dus gewoon in eerste instantie om te kijken of het allemaal veilig is daar. Misschien heeft mevrouw hulp nodig. Moet het even aanzien. Oké. En er gaan meerdere eenheden naartoe. Ik ben natuurlijk mijn eentje. Mijn andere maatjes, of de andere auto is ook toevallig alleen. Zijn nou, ben je eentje? Nou ja, we zijn al met z'n tweeën. Ik bedoel, als politiecollega. Ja, zo. De meldkamer ziet er wel als één inzetbaar persoon. Weet je waar, ja. Nee, we zijn al met z'n tweeën. Nee, maar Jan-Willem mag natuurlijk... Jan-Willem mag natuurlijk als enige wat doen. Ik bedoel, ik ben gewoon hier om het allemaal te zien. Ik zou willen dat ik kon helpen, maar ik heb die functie niet. Dus ik mag verder daar niks in doen. Het enige wat ik mag doen is een soort van observeren. En Jan-Willem is uiteindelijk degene die ook daadwerkelijk mag ingrijpen en dergelijke. Dus vandaar dat er gezegd wordt van, Jan-Willem patrouilleert alleen, zeg maar. Na 200 meter links afslaan. Ah. Die zet ik normaal altijd uit, maar ik was het nu vergeten. Dat is Patricia die dat omroept. Is de vaste... soort van de NS, heb je dat ook toch? Ja, ja. Iemand die dat omroept in de trein. Zo. Dus, maar zo net is alles goed gekomen, dus we gaan nu weer verder surveilleren. Dan doen we eigenlijk een beetje misschien wel een stormend glas water. De buren bellen, hè? Er wordt veel geschreeuw en gerommel. Nou, uiteindelijk blijkt de situatie hartstikke mee te vallen. Ja. En er spelen er best wel wat andere zaken die natuurlijk beïnvloed zijn. Ja. Daar valt het gelukkig mee. En dat ze de taak hebben gekeken of het veilig is, om het kunnen helpen. Dus in dit geval... Hallo! Hi!
Alles goed? Ja! Ja? Ja! Je ben een hele grote fan. Je herkende me, zelfs met outfit aan. Ja. Hoi Enzo. Hey! Yay! Oh, dat zijn het wel hele grote fans. Yay! Zullen we even op de foto gaan? Ja! Oké, nice. Ja. Oh, heeft een van jullie trouwens... Oh, YouTube? Mag ik halen? Hey. Hebben we daar de tijd voor? Ja hoor. Ja hoor. Ja. We hebben de tijd, pak je telefoon maar. Is dit op YouTube? Dit is nu live op YouTube. Gaan we zo, hallo. Hey. Nee, het komt later op mijn YouTube kanaal, vind je dat goed? Ja, tuurlijk. Ja. Gaaf, we zijn jullie een beetje aan het voetballen. Nee, we gaan naar de stoeprand. Ja. Wacht maar, hij komt op de stoeprand en hij komt weer terug, dan moet je hem vangen, toch? Ja. Ja, en als je hem vangt, heb je een punt. Ja. Oké. We zijn wel voor de challenges vandaag, of niet? Ja. En de winner is, gefeliciteerd hè? Lekker hoor. Dan win je al twee dingen vandaag. Ja, hier heb ik al. Ik hou je challenges. Ik heb namelijk ook een challenge gedaan op het kanaal van Jan Willem. Die kunnen jullie uitleggen. Dat geldt voor de 23 en de 23 tegen. Ja, mooi. Meegegeven? Nee. Woningbrand. Woningbrand? Ja, er zit een woning in de brand. 3, 1, 4, 2, 1. Uit de woning. Nou, brandweer is natuurlijk ook onderweg. Misschien dat we ze hier aan zien kan brengen, want ik zeg dat hier links. Nou, wij gaan in ieder geval, kijk, daar gaat de brandweer. Oh ja, daar rijdt de brandweer. Dus brand in een woning. Ja, die gaan aan de andere kant. Nou, wij gaan in ieder geval om te plaatsen om de straat gelijk leeg te halen, misschien af te zetten, de woning te ontruimen. Ja, misschien is er sprake van een misdrijf, hè? Is de brand aangestoken. Geen brandstichting. Moet je maar volgen, hè? Hier naar links. Ja, ik moet maar. Sowieso wel even eentje de straal even klaarleggen. Ja? Hoppa! Zijn te plaatsen. Er wordt ook een extra ambulance opgeroepen, want waarschijnlijk hebben een van de bewoners rook ingeademd. Dat kan heel gevaarlijk voor de longen zijn. Dus wat dat betreft is het wel een wat grotere, ernstige situatie te worden. Er zou gewoon ook meteen een fotograaf bij, joh. Gewoon van Omroep Almere of zo. Nou, je ziet collega's in gesprek met in ieder geval familie of bewoners. Nou, brandweer doet hun ding. Er zijn nu wel wat heel veel politie, dus waarschijnlijk zal er straks wel een auto weggaan. En dat is eigenlijk nu de taak ook. Je ziet het, brandweer gaat gelijk op de weg staan, dus dat de weg vrij blijft. Nou, in dit geval is er geen uitslaande brand. Maar stel het zou uitslaan, dan gaan we ook gelijk alle woningen opruimen. Dat zou dan echt onze taak zijn. Brandweer is even nu echt puur voor de hulpverlening en wij zijn dus ondersteund van een brandweer. Hè. Hebben ze de ruimte, stel, nu valt het mee, maar soms heb je omstanders, dat loopt helemaal voor je. Ja, dan gaan we gewoon lintjes spannen, dat mensen allemaal aan de kant blijven, dat er ruimte is om te werken. En stel, ja, het slaat wel uit, nu zijn ze echt mooi op tijd, dus het is waarschijnlijk snel klaar. En stel, er gaan 2-3 woningen naast in de fik. Ja, dan moeten we al zorgen, al die andere woningen, die gaan we dan ontruimen en dan gaan we veel groter afzetten. Ja. Dus om snel te plaatsen en dan in de meeste gevallen valt het gelukkig wat wel mee. In dit geval valt het hartstikke mee.
zijn we even aan het bureau. We gaan even een hapje eten. We komen net bij die melding vandaan van de woningbrand. Nou, inmiddels is er ook inspectie geweest in de woning. Blijkt dat die voorlopig onwoonbaar is. Noem je dat zo? Die volgende mensen mogen er vannacht niet verblijven. Moet eerst goed schoongemaakt worden. Mogelijk even naar de constructie kijken of dat allemaal in orde is. Dus de mensen zijn naar een hotel gebracht voor de nacht. En wij stellen in ieder geval de burgemeester in kennis. En moeten in dit geval ook. En de teamchefs hier worden in kennis gesteld. En dan zit ons werk er weer op als politie. Goeiedag. Hoi. Heeft u een legitimatiebest bij? Ja, heb ik bij. Waarom zit u daar nou tegen de muur aan te pissen? Ja, ik moet het weten. Ja. Sorry. Maar u had niet zoiets van ik loop even naar binnen om te vragen of hier naar de wc mag? Ja, of er zijn hier wat kroegjes? Ja, maar ik moest echt heel nodig naar de wc. Het spijt mij, maar dat maakt me niet uit. Dat is wel zo. Zo, jij reed er zo voorbij en ik zei, hé Jan Willem, kijk, ja. Het was je aan het plassen. En nu? Maar laat ik de vraag even een bekeuring geven. Oké. Okay. Maar wat zou jij doen? Ik zou ook een bekeuring geven. Kijk, weet je wat het is? Ik zal heel eerlijk zeggen, als die nou aan het plassen was op een gebied waar niemand was en het was in de natuur. Mm-hmm. En hij had een hele goede reden van, ja, ik moest echt nodig, ik kon het niet meer ophouden. Dan had ik zoiets van, ja, weet je, heb ik zelf ook wel eens gedaan. Meneer, ik begrijp het, weet je wel, maar we staan hier midden in de winkelstraat, je hebt hier een kapper, daar zitten serieus klanten, je hebt hier een kapper, daar zitten klanten, en hij zit hier te plassen. Dat is niet fijn voor de klanten die eruit komen, dat ze iemand daar zien plassen. Dat is ook een beetje zoals ik redeneer. Dus ik vind het een terechte boete. Ja, ja, ik krijg hem ook. Wat, 90 euro dag, of ongeveer. Zo, 90 of, ja. Maar ik had niet het idee dat het me iets interesseert. Nee? Nee, ik weet niet hoe jij het in te zagen. Hij is ook een beetje onder invloed gewoon. Ik wou net zeggen, hij loopt daar nu weer langs, maar hij is wel onder invloed, ja. Ja, maar goed, ik ga er geen high five op geven, maar goed gedaan, Jan Willem. Het moet heel smooth gaan, maar dat lukt nu even niet. Nee, we moeten in ieder geval voor het cellencomplex, als we naar binnen gaan, voor de veiligheid mogen we geen vuurwapens meer nemen. Oké. Okay. Spannend, kan het niet maken. Wat vond je ervan? Duidelijk. Ja, ik vond het wel even leuk, interessant om even het cellencomplex te zien, laat ik het zo zeggen. Maar wel eens inderdaad, je hoort in de media en het nieuws, dat ze zeggen, gevangenen of verdachten, ze hebben natuurlijk een luxe leven. Maar goed, ik denk, als je hier 3 dagen zit, word je toch redelijk gek, omdat het jouw ervaring is. Zo luxe vind ik het niet. Nee, ik ook niet echt. Nee, het is toch wel een kaal plekje met een klein dun matrasje en een klein kussentje en that's it. Oké. Ja, er is een aanrijding op de snelweg tussen 2 voertuigen. Geen gewonden zoals het nu lijkt. Maar omdat het wel de snelweg is, dus voor de verkeersdoorstroming en het gevaar, gaan we toch die kant op. En dan de eerste taak is die van een veilige werkomgeving creëren, kijken of er geen gewonden zijn. En dan de berg zo snel mogelijk ondersteunen om de snelweg weer vrij te maken. Maar nu begint dus een file voor op te komen. Oké. Okay. Ja, het voertuig zat zeer ongelukkig, op bijna meerdere aanrijdingen. Ik wil de afzetting nog een paar meter ervoor van het volgende voertuig. 321 meegekregen. Dit is echt een rotstuk. Ja. En je ziet dat ze komen gewoon 120, 130 aankarren. En het knalt allemaal bijna op elkaar daar. Thank you. Daar gaan we.
Maar zo zie ik ook eigenlijk, nu heb je het een beetje zelf ervaren, hoe als je in een auto zit, denk je 120 km per uur is misschien niet zo snel. Ja, je ziet het nu als je aan de zijkant van de weg staat, hoe hard dat eigenlijk is. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ja, maar volgens mij was mijn beurt om koffie te halen. Ja. Dus ik ga even een bakje voor je halen. Ja, lekker een cappuccino met een beetje suiker graag. Gaan we doen. Geef je even terug aan je. Kijk, daar komt de held. Alsjeblieft, hè. Ik moet nog wat roeren. Top. Sorry. Ziet er goed uit. Dankjewel, Jan-Willem. Proost. En moet je nagaan, mensen. Dit is gewoon een challenge die hij zelf heeft bedacht. En die heb je zelf verloren. Ik heb al twee verloren. Ja. Wat gebeurt er? Misschien moeten we het bakje cappuccino meenemen in de auto. Alweer een auto uit de bocht. Oké, okay, dan heb ik een opdracht. Dit is een challenge voor mezelf. Zorg dat je cappuccino niet morst. En lukt dat niet morst? Dat gaat goed. Ik had niet gedacht dat ik ooit zo in een politieauto een cappuccino zou drinken. Collega's aanrijden, loop met jou binnen. En veiligheid is glad op de weg. Ja, dat hoor je, de collega's zeggen nu ook, het is heel glad op de weg. Ja. En nou, wat ik ook vertelde in het begin, het is een hele lange tijd heel droog geweest. Door vele regen komen al de oliesporen en auto's komen nu vrij op weg. Ja. Dus ja, dat is maar één grote vleierpartij. Ja. Komt het uit. Waar was het precies? Niet in die bocht? In de bocht. Richting Lelystad. Ja, ik zie helemaal niks hier. Ja, ik heb dit ook nog niks gezien, maar ben jij dat laat, hè? Ja, ik sta aan het eind, op het puntstuk. Ja, nou, we gaan zo even naar de kijken. Zeg maar. Jij rijdt er maar nog even A27 vanaf de Vogelweg? Ja, klopt, ik zie je. Er komt nog een politieauto, want die heeft ook de melding gekregen dat het hier is gebeurd, maar we zien helemaal niks. Heeft iemand al iets gevonden of nog steeds niet? Nog steeds niet. Ja, dus de A27 is negatief, de bocht is ook negatief. Heeft iemand het nummer van de melder? Ja, tot nu toe A27 terug, richting Lelystad negatief. Er zijn logica. Dus, er zijn dus twee meldingen geweest van een auto wat de bocht uit is gevlogen. Dus het is best wel vreemd dat twee verschillende mensen het hebben gemeld. Ja, we zijn doorgereden tot Almere Buiten-Oost en helemaal niks tegengekomen. Ja, dat is begrepen. Wat is een zwarte tas? Ja. Stap maar in, Nessun. Tim Bier, A6. Als er nog één koppertje hier kan komen, zou het fijn zijn. Ja, 2403, dan bent u dichterbij. En nu graag de plaats. Jullie zitten die kant op, wij pakken hem hier voor eventueel die auto. Voor 23-1, voor de positie begin van de A6. Zwarte op Astra zijn we nu op zoek en dat geldt ook voor de 25-1. Misschien niet bij de haven terecht. Ja, wij zijn nu gaan daar bij het punt pakken. Ja, akkoord, en u wel 29-46 gehad.
het idee over dat de van de wel past. Is daar Oost-Westen bij de slachtoffer? Ja. We zijn nu, de eerste collega's zijn ter plaatse. De situatie daar nu veilig. De slachtoffer is nog bij kennis. Ambuur gaat daar mee. En de verdachte is weg, dus we gaan niet, de rest van het leven hoeven daar niet mee. Dus we gaan nu het gebied eromheen afsluiten op zoek naar het voertuig. En in de hoop dat er of melders komen of normie info. Ja, ik wil wel zien dat het ook. En we gaan natuurlijk kijken of. Ja. Oh. Zo. Zo is de beste klas. Ja. Dus wat we doen, we gaan even. Dit is een beetje de uitgang van Almere Haven. Tijdens de indicatie zitten we. Is de kans niet heel groot. Ja, je hebt best kans, misschien verstopt hij zich nog even in de wijk en gaat hij daarna rijden. Dat was de ambulance die voorbij kwam rijden? Ja, klopt. Daar zit het slachtoffer in? Het slachtoffer wordt nu naar het ziekenhuis gebracht. Nou ja, we hebben zojuist een melding gehad van, of die melding is eigenlijk nog steeds gaande, dat er iemand is neergeschoten. We zijn eigenlijk met heel veel eenheden zijn ter plaatse gegaan. Nou, de eerste paar eenheden gaan echt naar het incident zelf. Om daar de situatie te bevriezen, noemen we plaatsdelict. Dus dat wordt het gebied wordt afgesloten. Daar gaan we sporen veiligstellen. En wij kwamen als een van de volgende eenheden aan. En wij gaan er omheen cirkelen en het gebied dus afsluiten op zoek naar mogelijke verdachten. Die is er vandoor gegaan. En dan zie je dat die informatiestroom, zoals je net een beetje kon zien, dat gaat heel snel. Er komt steeds meer informatie binnen, mogelijk ook namen van personen. Ja, er komt echt superveel informatie de hele tijd op dat scherm voorbij. En echt heel veel informatie. Dus wij waren een beetje aan het En met die informatie proberen we dan steeds verder die zoektocht te puzzelen. En zeker dat eerste kwartier is natuurlijk heel cruciaal, want de kans dat iemand in de buurt is nog vrij groot. Ja. Maar ja, het wordt nu wel we zijn denk ik al drie kwartier verder ongeveer. Ja, we beginnen nu wel een spel zo'n hooiberg te doen. Er is wel een hoop info bekend, dus daar gaan ze wel verder mee. Maar nu is het vooral in ieder geval prioriteit aan de collega's die te plaats zijn. Plaatsen dik veilig houden, er komt waarschijnlijk nog een speurhond en we gaan onderzoek doen en in ieder geval sporen om de misdrijf te kunnen aantonen worden veiliggesteld. Ja. En dan zal de collega's gaan naar het ziekenhuis en slachtoffer. Die krijgt dan waarschijnlijk ook bewaking. Ja, die krijgt ook bewaking. Ja. Omdat eventueel de verdachte terug kan komen. Ja, we hebben nooit. We weten niet waarvoor het gebeurd is. En als de verdachte denkt, hey, het is me niet gelukt, dan kan hij naar het ziekenhuis gaan. Ja. Dus de slachtoffer krijgt al de bewaking. En er moet later natuurlijk ook van hem een verklaring opgenomen worden. Dan zijn we ook benieuwd naar zijn verhaal. En er worden nu heel veel getuigen gehoord op de locatie. Okay. Dus daar zijn de collega's voorlopig nog even druk mee. Ja. En wij gaan weer met deze info wel zoeken, maar wel langzaam afzakken weer richting ons eigen gebied. Oké, ja, want dat is wel even belangrijk. Het is niet in jouw gebied gebeurd. Nee, het is in Almere gebeurd en het is verdeeld in drie basisteams, zeg maar. Ja. En dit gebeurde eigenlijk in het middelste gebied, het basisteam daar. En daar hebben we gewoon aangehaakt en komen ook de andere teams komen er gewoon bij. Dus bij dat soort grote meldingen dan zie je echt wel dat meerdere eenheden gaan ondersteunen. Ja, er kwam heel wat op af op deze melding. Dat hebben we wel kunnen zien. Je ziet ook hoe, we hadden het net over, het is gewoon een rustige dag. Ja. En we waren een beetje aan het slap ouwe horen, zeg het maar noemen. We hadden de koffie nog niet op. Ja. En dan ineens gebeurt dit, dan zie je hoe snel iedereen... En dan blijft het doorgaan. Ja, blijft het doorgaan en dan is het ook gewoon strak op de porto. Iedereen weet zijn taak en we gaan met z'n allen die kant op. Ja, en jullie hebben het gezien, Jan-Willem die heeft weer aardig wat gereden. Het is veel rijden, ja. En, helaas weinig beelden nu van de PD, maar het is een beetje... Wat is de PD? Plaatsdelict. Plaatsdelict. Dus Het heeft nu ook voornamelijk ermee te maken, dat is, dat noemen we data-indicatie. Dus alles wat daar is, dat weet de slachtoffer en de mensen die ter plaatse zijn geweest. Dus als we dat nu in beeld zouden brengen, zou iedereen dat weten en is het geen bewijs meer. Ja. In dit geval weten dus alleen een aantal mensen hoe die situatie eruit is gezien. Ja. Dus daarom willen we het graag voor nu even clean houden, zoals dat heet. Dat begrijpen we. Nou, mooi. Nou, duidelijk. Hey, goeiedag. Dat was goed? Jawel. Heeft u pech? Wel ja, maar die veer van mijn rijtoewisser is kapot. Ah, dus hij doet dat? Ja, dus als het hard regent kan ik niet rijden. Ja, we zagen dit voertuig op de vluchtstrook staan. Okay. Toch hebben we besluiten om te controleren of alles in orde is. Maar blijkt dat meneer zijn ruitenwissers niet goed meer functioneren. Dus dit is de meest veilige optie om even plaats te nemen. Daarvoor is de vluchtstrook ook bedoeld. Uiteindelijk na controle was er verder geen andere zaken in orde. Dus na controle zijn we weer verder gegaan. Zo, het ding eindelijk uit. Oh, kijk eens even. Heel erg gaaf.
Kijk, dit is dus het effect als je op pad gaat met Enzo Knol. Dan staan er gewoon fans aan het bureau te wachten. Hij krijgt niet eens de kans om even zijn zware vest uit te trekken. Maar goed, dat hoort bij het werk, hè Enzo? Ik heb een vest op Knol. Ja. Wat vinden jullie ervan? Dit houdt de kogels tegen. Dik, hè? Ja, is goed. Enzo naar de kijk, handtekening. Nou, jij hebt een stip. Het is einde dienst. Enzo is juist naar huis. Hij heeft nog even bedankt en vond het superleuk dat hij vandaag mee mocht lopen. Nou, ik hoop dat jullie zijn video inmiddels al gezien hebben en dat hij geslaagd is. En ik hoop in ieder geval dat we hem een leuke of mooie kijk kunnen geven in onze keuken van het politiewerk. Dus wat mij betreft een geslaagde dag. Wel de diversiteit en melding, het vuurwapen en natuurlijk de aanrijdingen, wat kleine dingetjes tussendoor. Dus dat zitten we erop. Hey, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Blauwduim zullen leuk zijn en zoals Enzo wel zegt, dikke vette peace natuurlijk. En ik zeg jullie de volgende keer.